mensen met autisme geen gevoelens hebben. Voor alle duidelijkheid, mensen met autisme zijn geen robotje. Zij hebben heel veel gevoelens. Waarschijnlijk meer, in elk geval intenser dan anderen. Vaak zo intens dat ze door overspoeld worden en daardoor de emotie niet kunnen tonen. Maar geen emotie is helemaal niet waar. Maar voor sommigen is het moeilijk om erbij te raken. Voor anderen is het moeilijk om er op het moment zelf bij te komen. En bij nog anderen is het wel mogelijk om ze onmiddellijk te voelen, maar niet om er adequaat mee te reageren. En dit is een onderzoek, opnieuw een Nederlands onderzoek, dat gebeurd is bij kinderen een drietal jaar terug, waarbij gedacht werd, heel lang hebben we gezegd dat mensen met autisme geen empathie hebben. En daar ligt ook een beetje de link met geen emotie hebben. Nu, empathie is niet alleen emotie hebben, empathie is vooral adequaat op het moment dat het nodig is, reageren. En vandaar denk ik de verwarring, en dit was het onderzoek dat 3 jaar teruggevoerd werd. Kinderen met autisme werden onderzocht in klinische onderzoekssituaties. Van reageren ze? En wat bleek? Dat de meeste kinderen met autisme wel reageerden, maar op een andere manier of later. Maar op dit moment hebben we eigenlijk gezegd, oké, we mogen niet meer zeggen dat mensen met autisme geen empathie hebben. We mogen niet zeggen dat er geen emotie is, alleen dat ze anders getoond wordt of later getoond wordt.